Goedemorgen. Ik zal mijn riante hut even laten zien. Je ziet het achter me wel. Ik zie hem even een kiekje binnenin geven. Ja, nou, je geeft het niet te veel om. Er zijn ook vier duitjes die gaan ook op naar de Noordkaap. Via de E6, die zie ik maandag. Met mijn kleine hokjes, nog maar eens even kijken. Het verbaast je hoe groot het nog is. He? Type soort bedje. Onder, boven. Gewoon onderleid hoor, een beetje breed leggen. Maar ja, je zit hier in, boven de poolcirkel. En om 12 uur gaat hier de zon onder. En om 2 uur s'nachts, bij Oostdam, komt hij alweer op. En je ziet het al, ik heb helemaal geen gedienen. Dus het is de hele nacht licht. En dat is mijn provisorische gedientje. Ik zal hem er even open doen. Kijk. Ik leg hem weer op zijn plekje terug. Dat was het vroeger, matje. Zo. Nou, zo doe je dat. Voor alles is een oplossing. Zo, de route voor vandaag. Waar zit ik? Fausk. Ik zit nu hier. Dit was Poolcirkel gisteren. Ik rij vandaag via de E6 naar Narvik. En dan zie je al, hier zijn de Lofoten. Daar moet ik nog naartoe, ga ik op terugweg. Even zien, daar is de Noordkaap. Ik denk nog 1000 kilometer. Dus ik ga vandaag van Narvik ga ik naar het oosten. Zweeds-Lapland in. Dat ligt hier ergens. En dan de dag erna rij ik, ja, dit is de kaart van Noorwegen. Rij ik er doorheen. Hier naartoe. En dan maandag naar de Noordkaap. Dus vandaag bezoeken we Zweeds-Lapland. Nu in het Bochemes, dan vaart hij naar Narvik. De saloon. Dat is wel mooi. Netjes, hè? Zie, we hebben zelfs mesbuffetten. Ik zie net, ik heb net even een rondje gemaakt. Dat is allemaal zelfbediening. Dus er is van alles. Zelfs kennen en klaar. Ja, we varen.
onderweg naar Narvik. We zijn weer aan de overkant. 20 minuten of zo. Dus laatste stukje naar Narvik. Nog 80 kilometer of zo. Dus het wordt 1 uur voordat ik er ben. Hoi! Recording. Nou, plaatsje Narvik. Trainen de Nederlandse korpsmariniers trainen hier altijd in de winter, koud weer training. En op Netflix is er nu een leuke film, oorlogsfilm, over de oorlog, Tweede Wereldoorlog, de bezetting van de Duitsers. En dat ze met behulp van de Engelsen en Polen het dorp weer bevrijden. De eerste nederlaag van Hitler in de Tweede Wereldoorlog. Dat moet je waard om even te zien. Skipies tussen van Narvik. En een beetje sneeuw en lift. Dus ik heb ook met liftje omhoog. Nou, daar zit hij. Ik zit even in de lift. Op weg naar boven in Narvik. Dus als je hier toch bent, moet je het oppakken. Just two good old boys. Couldn't change if they could. Fighting the system like two modern day Robin Hoods. Making their way. Just a little bit more than the law would allow. I'm a good old boy. You know my mama loves me. But she don't understand. They keep showing my hands and not my face on TV. Ik rij inmiddels op de E10 van Narvik naar Kiruna, Zweden. Zweeds Lapland. Een hele andere omgeving alweer. Dat is ook een mooi plekje. De caravan. Campertje. We zijn nu door Zweeds Lapland naar Fisco National Park. Net aangekomen in Kiruna, Zweden, Lapland. En je ziet het regent. De laatste 20 kilometer een bui. Nou ja, en dat op 2500 kilometer, wat ik nou gehad heb, valt mee. Ik laat even het appartement zien. Niks geboekt, appartementje. Het kost wat. Ik heb er ontbijt bij en er is vanavond, ik kan er eten, er zit een groot restaurant bij. Ik lig vanavond op een bank. En de bedden zijn opgemaakt, dus... ik zeg... prachtig plek. En het wordt schoongemaakt. Nou, met dit weer. Niks te klagen. Heerlijk. Oh, yeah.
Should have had